verder in dit bulletin. Weer Nederlands gifschandaal in België. Verdreven president Haiti bij Veiligheidsraad. En het weer morgen in de loop van de dag regen. We beginnen met het gifschandaal. Het vermoeden bestaat dat de Nederlandse overheid voor honderden miljoenen guldens is opgelicht door zogenaamde afvalbaronnen. De bewering komt van de Belgische Europarlementariër Staes. Hij leidt dat af uit voorlopige onderzoeken op de afvalstort in het Belgische plaatsje Schelle. Daar zou onverwerkte Nederlandse gifgrond zijn gedumpt. Volgens Staes is België letterlijk vergeven van uit Nederland afgevoerde gifgrond. Afkomstig uit Lekkerkerk en andere plaatsen waar gifschandalen aan de oppervlakte kwamen. Dan gaat het om 1 miljoen ton tot 40 meter diep. Wat daar allemaal in ligt, daar stijgen ook die gassen al maanden uit op precies dezelfde verschijnsel. Zwaar toxisch, kankerverwekkende stoffen die daar boven komen. Staes beweert dat de Nederlandse overheid voor een kapitaalbedrag is opgelicht door de afvalbaronnen. Dan komt het waanzinnige op de korrel, waarbij Nederland fortuinen heeft uitgegeven om dat uit te graven te laten behandelen. En wij vinden dat dan terug op ten dele legale, ten dele illegale manieren in Vlaanderen zelf. Alleen de stortplaats in Schelle zou een kostprijs vergen van 200 miljoen gulden. Wij hebben diverse documenten uit juridische dossiers, uit administratieve dossiers. Alles wat we hier vandaag vertellen is hard te maken, 100%. Een bedrijvenpark in Vlaardingen is vanochtend ontruimd nadat een wolk verdunde ammoniak was ontsnapt uit een opslagtank. Om 2 uur had de brandweer het terrein schoon en kon iedereen weer aan het werk. Hoe de 3000 liter ammonia vrij kon komen is nog niet bekend. Maar de politie vermoedt dat een buisje van de tank is afgebroken. Onmiddellijk werd het terrein ontruimd en afgezet. Het gif bleef in plassen aan de oppervlakte liggen en zo kon de brandweer de meeste ammonia opzuigen. Een deel kwam terecht in het riool. Door veel water in de riolering te pompen hoopt men het gif onschadelijk te maken. De nieuwe dubbeldekkers van de Nederlandse spoorwegen zijn te breed. Foutje in het ontwerp kan de Nederlandse spoorwegen een strop opleveren van bijna 100 miljoen gulden. Dat zegt de vervoersbond CNV. Volgens de NS is er absoluut geen sprake van een fout. Een te brede trein kan levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Seinpalen en perrons dreigen geramd te worden. En ook als twee treinen elkaar passeren, zou er een ramp kunnen gebeuren. CNV-bestuurder De Jong over de nieuwe dubbeldekkers. Nou, op sommige baanvakken zullen de treinen elkaar passeren met een afstand van niet meer dan 8 centimeter. Dat betekent als men in de gelegenheid zou zijn om het hoofd uit het raam te steken, dat desastreuze gevolgen zou hebben. Om de fout in het ontwerp goed te maken, moet het spoorwegennet op tal van plaatsen ingrijpend worden veranderd. Het is natuurlijk een blunder van de eerste orde, omdat hier geen rekening mee gehouden is bij het maken van dit ontwerp. Ja, en NS die werkt met voor een groot gedeelte met overheidsgeld. Dat is uw geld, dat is mijn geld. En als er dan dergelijke fouten gemaakt worden, ja, met andermans geld, dat kan natuurlijk niet. Volgens de NS is er niets aan de hand. Met die dubbeldekker is helemaal niets mis. Wij hebben bewust gekozen voor een strategie van een bredere dubbeldekker om meer reizigers in de breedte te kunnen laten zitten. De extra kosten die dit meebrengt voor de infrastructuur, een aantal knelpunten oplossen, van ongeveer 5 miljoen gulden, zoals u bekend is, is ons bekend. Ja, spet in het niet waard. Binnen het bedrijf worden hier al schriftelijke vragen overgesteld aan de hoofddirectie. En bovendien, ik heb hier stukken voor me liggen waar klip en klaar uit blijkt dat een eerste schatting al een omvang van 40 miljoen vergt. En wij hebben aanwijzingen dat zeker het dubbele zal gaan bedragen. De Amerikaanse president Bush heeft opnieuw gezegd niet van plan te zijn Amerikaanse soldaten in Haiti in te zetten. Wel heeft Bush de tegoeden van Haiti in de Verenigde Staten bevroren. Dat deed hij na een gesprek met de verdreven president van het Caribisch eiland, Jean-Bernard Aristide. Vannacht sprak Aristide voor een speciale zitting van de Veiligheidsraad. Het optreden van Aristide in de Veiligheidsraad, waar hij hier met Peres de Cuellar naar binnen loopt, is bijzonder. Normaal gesproken komen afgezette staatshoofden daar al lang niet meer aan het woord. In zijn reden verbond Aristide het lot van Haiti met dat van de rest van de wereld. Nous avons la possibilité de dire à l'humanité tout entière que ce danger contre la démocratie en Haïti est aussi un danger contre la démocratie partout à travers le monde. De nieuwe machthebbers in Haïti hebben een terugkeer van Aristide uitgesloten.
De mislukte staatsgreep in de Sovjet-Unie heeft president Gorbatsjov geen windeieren gelegd. De Sovjet-leider heeft zijn herinneringen aan de gebeurtenissen in augustus voor $500.000 verkocht aan een Amerikaanse uitgever. Het is de bedoeling dat het manuscript nog deze maand in de winkel ligt. In zijn herinneringen aan de staatsgreep geeft Gorbatsjov, zo belooft de uitgever, gemaakte fouten ruiterlijk toe. Hij vertelt in detail niet te hebben kunnen kiezen tussen de hervormingsgezinde en de behoudende krachten. En natuurlijk ook dat hem dit duur is komen te staan. Het meest wordt uitgekeken naar het hoofdstuk waarin Gorbatsjov vertelt over zijn gedwongen verblijf op de Krim. Bekend is al dat hij daar een aantal videotapes maakte die naar het westen moesten worden gesmokkeld. Hierop ontzenuwde de Sovjetleider de bewering van de koepleiders dat hij ziek zou zijn. In het buitenland is er grote belangstelling voor Gorbatsjovs herinneringen. Maar in eigen land lijkt niemand er koud of warm van te worden. Het financiële nieuws. De werkloosheid in de Verenigde Staten is in september licht gedaald. Dat is een teken dat de economie in Amerika aan de beterende hand is, maar het is wel een voorzichtig herstel. De beurs op Wall Street reageert nu met een klein winstje. In Nederland maakte DSM nieuwe reorganisatieplannen bekend. DSM zal een aantal bedrijfsonderdelen verkopen en op andere plaatsen gaan afslanken. Het werk van 500 tot 600 medewerkers komt te vervallen. DSM zegt collectief ontslag voor hen te willen vermijden. Op de Amsterdamse beurs daalde de EOE-index met ruim een half punt naar 270,2 punt. We komen nog even terug op het eenjarige Duitsland. Rechtsradicalen kunnen in het oostelijk deel vrijwel ongestraft tekeer gaan. En dat komt mede doordat de opbouw van een rechtsstaat daar nog bij lange na niet is voltooid. Er is te weinig politie en er zijn ook veel te weinig rechters. Max Westerman keek rond bij een rechtbank in de voormalige DDR. In Dresden staat de grootste rechtbank van wat eens de Deutsche Demokratische Republiek heette. Binnen is goed te zien hoe weinig die republiek over had voor de rechtspraak. Ik ben seit 3 maanden president dieses Gerichts hier en heb het gebouw in een zeer desolaten toestand aangetroffen. Het is zo dat bij regen het door het dach durchregnet. Die wänden zijn verschimmeld en verspoord. Er is seit Jahrzehnten hier keinerlei investitionen vorgenommen worden. Und das sieht man. De West-Duitse rechtbankpresident moet niet alleen het gebouw onder handen nemen, maar ook de mensen die er werken. 160 Oost-Duitse rechters. Rechters die geen recht, maar onrecht spraken, vliegen eruit. De rest moet leren omgaan met het recht van een rechtsstaat. En dat is geen gemakkelijke taak. Sie haben sich, soweit ich das sehe, können sich nur sehr langsam an die neuen Verhältnisse gewöhnen. Zo hebben verdachten nu rechten die ze vroeger niet hadden. Dass man ihn anhört, bevor man zu seinen Lasten entscheidet, das ist eine Sache, die erst allgemein bekannt sein muss. Das war bisher nicht so. Was hatten die Leute davon, dass noch immer die alten Rechte hier sind? Die Bevölkerung ist damit sehr unzufrieden und wir bekommen viele Proteste aus der Bevölkerung, dass die alten Richter möglichst schnell abgelöst werden. Maar dat gaat alleen al uit organisatorische gronden niet. Er zijn maar weinig West-Duitse rechters die zin hebben om naar het oosten te komen. En het aantal zaken dat daar berecht moet worden groeit snel, op ieder gebied. Auf dem Gebiete des Verkehrswesens beispielsweise. Ich erinnere an, in der DDR gab es früher Tempo 100 auf den Autobahnen. Jeder fuhr langsam, man hatte kleine Autos. Jetzt haben wir alles die großen Autos, dadurch sind natürlich auch entsprechende Konflikte vorprogrammiert. En dan zijn er de oude zaken die opnieuw moeten worden bekeken. Tienduizenden Oost-Duitsers zijn ten onrechte veroordeeld. Beispielsweise, dass sie von dem Grundrecht der Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht haben, indem sie Kritik geübt haben an der Staatspartei SED. Het zal nog jaren duren voordat alle slachtoffers gerehabiliteerd zijn. En voordat Oost-Duitsers een even efficiënte rechtspraak hebben als West-Duitsers. Dit was het RTL 4 avondnieuws. Om 9:55 vanavond is de nieuwsflits. Het late bulletin begint om 12:15. En morgenavond zijn we er op de gebruikelijke tijden. 6:30, 7:30 en ook later op de avond. Goedenavond. Goedenavond.